Ziet er voortreffelijk uit, Gerdo Hazelijk. Ik bedoel dan vooral de wedstrijd natuurlijk die je vanavond speelde tegen Cambuur. Kon eigenlijk niks stuk, hè, na dat eerste goede moment van jou mede. Ja, het ging lekker. We waren natuurlijk allemaal goed gemotiveerd. En dan zie je wat agressiviteit vermag, met een mooi woord. Ja, niet alleen agressiviteit, want jij bent zeker een speler die het ook een beetje met de koppie doet, hè? Nou, we zijn met toch wel een behoorlijk aantal spelers die goed kunnen tikken. Er zijn er ook die het van wat kleunen moeten hebben, maar op het moment is er een aardig evenwicht daartussen, dacht ik. Oké, je bent al eens meer in de Eredivisie geweest. Je bent toen eigenlijk een beetje wat uit het oog weggevallen naar Wageningen, rustiger in de Eredivisie. Ja. Nou kom je terug in de Eredivisie, daar heb je toch zeker ook voor jezelf waarschijnlijk wel erg veel zin in, hè? Ik heb inderdaad veel zin in de Eredivisie. En nou ja, ik zou zeggen, ze kunnen hier op de berg wel het een en ander verwachten, denk ik. Ja, je kent andere ploegen. Wat zeg je, wat zijn de aardige punten van Wageningen? Opportunistisch voetbal. En zoals we dit jaar in de uiterstrijden toch ook wel bewezen hebben, dat we een behoorlijke counter hebben waar vaak punten mee gehaald worden. Oké, ga nou maar feest vieren, Gerro, want het wordt al te druk.